vrijdag 16 mei is de aftrap van Optimist on Tour. Leuk concept en we hebben veel plezier met z'n allen. Ik vind het hartstikke leuk om onze passie ook door te geven. Met Optimist on Tour op de Hofvijver in Den Haag. We zijn hier bij het 10-jarig jubileum van Optimist on Tour hier in Almere, Marina Muiden-Zand. Ja, het is natuurlijk super. Een sportkennismakingsprogramma wat gewoon al 10 jaar loopt, still going strong. Met hele mooie cijfers, 152.500 kinderen die hun eerste kennismaking op het water hebben meegemaakt via Optimist on Tour. Sponsors die erachter staan, Allianz, Delta Lloyd in het begin. Een heleboel gemeenten, 123 locaties de afgelopen 10 jaar. En het is best bijzonder dat het evenement nog steeds staat. En ja, we kijken ook uit naar de komende 10 jaar. Ja, als je dan terugkijkt naar de filmpjes, dat je daar ooit 10 jaar geleden in het lichtblauw geen idee hebbend wat er allemaal nog voor Optimist on Tour is weggelegd, staat. En dan sta je dan 10 jaar later. Stiekem is dat toch wel echt iets heel, heel cools. Ik kan niet anders zeggen dan dat het gewoon letterlijk een feestje is. En vandaag, 10 jaar later, dan is het wel goed om even het glas te heffen. Je moet toch dingen blijven vieren en dat is leuk om te doen. En dat doen we vandaag. Gefeliciteerd jongens, dat was prachtig altijd. Hyper de piep! Hoera! 10 jaar Optimist on Tour. Van harte gefeliciteerd. Het was mooi vanaf het begin en het enthousiasme van de jeugd. Van harte gefeliciteerd.